Welkom bij deze aflevering van Koken in de Grot, serie video's waarin ik probeer te demonstreren hoe eenvoudig het is om te koken als moderne holbewoner. Moderne holbewoners koken in zoverre bijzonder dat ze geen aardappels, geen granen, geen bonen en geen melkproducten gebruiken. Met melkproducten koken we natuurlijk sowieso weinig, maar geen granen, aardappels en bonen is voor veel mensen erg lastig, omdat dat nou eenmaal helemaal vast ligt in hoe we eten en drinken. Moderne holbewoners doen het niet, maar koken fantastische maaltijden. Mijn naam is Nico Norten. Ik heb een drukke dag gehad, maar die drukke dag die voltrok zich voornamelijk in de trein. Een lange treinreis gemaakt, teruggekomen station en toen dacht ik, weet je wat ik wil bewegen. 2 uur gewandeld, een beetje doorgewaaid, maar wandelen is natuurlijk een van de beste manieren van bewegen, van sporten die er voor ons bestaan. Een hele intensieve manier van bewegen eigenlijk, omdat we, je zou kunnen zeggen, ja, hardlopen is veel intensiever, maar ja, wie loopt er 2 uur hard, wandelen, hou je makkelijk vol 2 uur lang. Dus 500 calorietjes ben ik wel weer kwijt vandaag, of ik dat wil of niet. En ben alleen thuis vanavond, ik ga voor 1 persoon koken. Wat ga ik koken? Een stukje lever heb ik gekocht. En ik heb hier een pompoen, ik heb champignons, ik heb een uitje. Ik heb nog wat bieslook en peterselie over, dat ga ik verwerken in wat ik zometeen maak. Ik heb wat gember en ik heb een stukje nootmuskaat vers. Dat ga ik allemaal gebruiken. Ik begin met het snijden van mijn pompoen. Het is genoeg voor mij alleen. Zo. Die ga ik in blokjes snijden. En voordat ik daarmee verder ga, ga ik eerst even wat olie in de pan doen. Olijfolie. Geen birgen of extra birgen. Gewone normale olijfolie gebruiken. En ik ga nu verder met het snijden van de pompoen en kan ondertussen die olie even opwarmen. Pompoen, daar hoeft niet schil vanaf. Zo, blokjes. En ik ga gelijk die pompoenblokjes in de olie gooien. Even omroeren. En terwijl die in de olie liggen, ga ik de champignons in stukjes snijden. Maak nog iets kleiner. Zo, en die gaan gelijk daarbij. Daar gooi ik bij de restanten die ik hier heb van peterselie en bieslook. Kleine stukjes. Best wel veel peterselie en bieslook, maar ik wil er vanaf, anders blijft dat in een koelkast liggen. Dat is allemaal zonde. Zo, dat kan er allemaal bij. Peper. Zo, dat is voldoende. Dit laten we eventjes pruttelen. Oh, ik vergeet 1 ding bijna. En dat is mijn gember. Ik haal dit er even vanaf. Dat moet er ook doorheen. Dan ga ik raspen op een klein gaatje zitten in hier. Niet te veel. Dat is denk ik wel genoeg. Dat gaat nog daar doorheen. Hartstikke idee. Ja, dan ruik je gelijk die gember. Dat is wel gaaf. En nu ga ik met dat stukje lever verder. Die pan is al een beetje vet. Ik ga daar een klein beetje boter nog bij doen. Een klein beetje, er zit natuurlijk al wat olie in de pan omdat ik hem heb ingevet. Ondertussen snij ik snel een uitje, maar dat ga ik in schijfjes snijden. Oké, eerst even dat stukje vlees even aanbakken aan 2 kanten en dan pas gooi ik mijn uitjes erdoor. Even belangrijk, orgaanvlees. Ik merk altijd wat weerstand. Mensen vinden dat toch, hebben iets tegen orgaanvlees. Ongelooflijk gezond, ongelooflijk belangrijk. Eens in de 10 dagen zou ik een stukje orgaanvlees eten. Ik ga het er snel in doen, want het spettert me te veel, mijn olie. Zo. Runderlever. Super lekker. Even aanbranden, omdraaien. Mag natuurlijk niet met een vork van een echte kok, maar ik ben geen echte kok. Zo, daar gaan de uitjes erin. Hartstikke idee. Peper eroverheen. Zo, daar gaat overheen wat komijnzaad. Niet te veel. Dat werkt goed. Verse nootmuskaat.
En die gaat hier ook nog een beetje van overheen. Zo. Nu gaat hij onderste kop. En dan maak ik iets omdraaien. A few moments later. Daar zijn we dus. Kijk, dus ik ga het opscheppen. Dat moet natuurlijk handiger kunnen. Zo. Super. En een stukje lever. Ik ruik de gember. Helemaal goed. Uitjes eroverheen. Het ziet er top uit. Stukje runde lever. Uitjes eroverheen. Ik heb een pompoen. Champignons, daar heb ik doorheen gedaan wat bieslook die ik over had en peterselie. Daar heb ik doorheen gemengd gember. En ik heb gebruikt verder over het vlees komijnzaad. Ik heb natuurlijk overal peper doorheen gegooid. En dat was het avontuur. Eet smakelijk.